De viering van Kitikoti is vandaag ingeluid in Nieuw-Amsterdam met de herdenking van onze voorouders. De stichting Afri Diaspora Suriname Nederland wil de bewustwording op gang brengen voor ons verleden. Op het plein te Nieuw-Amsterdam zijn er kransen gelegd en is er een plengoffer gebracht ter herdenking aan onze voorouders. De stichting Afri Diaspora Suriname Nederland heeft hiermee de Kitikotimu die loopt van 1 juni tot en met 1 juli ingeluid. Raymond Ramkisoen Singh van de stichting zegt dat de slavernij herdacht moet worden, maar dat het ook tijd wordt om de keten daadwerkelijk te verbreken. Tijdens de Kitikotimu zullen er diverse activiteiten ontplooid worden om de bewustwording te bevorderen. Ramkisoen Singh vindt dat vooral jongeren moeten weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Dus in ons concept is het dat we dan naar die scholen gaan en dat we dan die kinderen ook gaan meenemen naar bedrijven waarbij zij zich mee zouden kunnen identificeren. We hebben dus een programma staan, 4 weken lang, 1 lesuur history en 1 lesuur identiteitscrisisbeheer. Ramkisoen Singh geeft aan dat het plengoffer bewust gebracht is in Nieuw-Amsterdam, omdat de meeste plantages in Komowijnen waren. Vele tot slaafgemaakten hebben ook hun onderkomen in dat district gehad. De stichting Afri Diaspora Suriname Nederland ziet Komowijnen als een centraal punt in de onderdrukking. De stichting wil graag samenwerken met andere organisaties die zich bezighouden met Kitikoti. Te reageren en dan misschien dat we daar samen een grand meeting, een grand crew bij elkaar roepen. En dat we dan met elkaar rond de tafel gaan en een strategie bepalen. Iedereen doet inderdaad zo zijn eigen ding. Bijvoorbeeld met de excuses en herstelbetalingen van de Nederlandse bank. Dan heb je 2 groepen, 3 groepen die dan met de Nederlandse bank gaan praten. En dan weet je wat het gevolg van de bank gaat zijn. En dat we weer uitgespeeld worden. Dus het is zaak dat we 1 kant op kijken. Je begrijpt toch, niemand hoeft de baas te zijn. U weet, laten we ZZP'ers zijn, zoals men dat net doet in Nederland. Zelfstandige ondernemers. Ja, ja. Ja.